Maar... Horen jullie me nu wel? Ja hoor, Begrepen. prima. Mooi zo. Ik heb de opnameknop aangedaan, dus dat komt allemaal goed. Wij gaan het hebben over de kracht van het woord van de Torah, de vijf boeken van Mozes. Even over een spreuk die gezegd werd, met name in het boek van Harry Potter, maar vroeger ook. Als kinderen gebruikten we dat altijd als we toveren gingen. Het woord abacadabra, maar dat is eigenlijk Aramees. Dat betekent Abba, Bara, Kedavra. Abba, dat is God, of Abraham. Abba schiep zoals hij sprak. Dus door het uitspreken van woorden ontstaat de kosmos. En dat manifesteert zich ook in het ochtendgebed. Wat het Joodse volk uitspreekt iedere ochtend. Baruch She'amar V'haya Ha'olam. Dat betekent letterlijk, Baruch She'amar, geprezen is hij die het zij die zijn woorden uitte, Wahaya Ha'olam. En op dat moment was de kosmos er. Dus door het uitspreken van woorden van God, door het uitspreken van de scheppingswoorden, de 10 scheppingswoorden, het eerste scheppingswoord is in een begin, Bereshit. En dan volgt in het eerste hoofdstuk van Genesis, volgt 9 keer Vayomer Elokim. Toen sprak God, de God van de natuur, de baas van de natuur, die sprak. En daarmee, met die 10 uitspraken, was hemel en aarde geschapen. Dus hier is dus letterlijk van toepassing Abba Bara Kedavra. Dat betekent, God sprak, God schiep zoals hij sprak. Dus door God, doordat hij sprak, schiep hij als het ware datgene wat hij uitsprak. Dat geeft dus de kracht van het woord weer. Hè? Door het woord uit te spreken, schiep hij iets. Wat vind je ook terug in het Nieuwe Testament? Hè? Dat Jezus zegt, dat er wordt geschreven, sorry, in het begin was het woord en het woord was God. Dat is echt uit de Talmud afkomstig. Hè? Sommigen zeggen dat het Nieuwe Testament niks met de Talmud en niks met de Joodse overlevering te maken, maar dat heeft er alles mee te maken. Ik geef in april 4 cursussen voor predikanten van christelijke kerken en voor mensen die geïnteresseerd zijn, pastorale werkers en andere mensen in de noordelijke provincies. Wordt georganiseerd door de Raad van Kerken, door het OJEC en een paar andere organisaties. Een lezing op horizontaal niveau met predikanten, zodat we met elkaar in gesprek kunnen komen, dat ik kan uitleggen dat de woorden van het Nieuwe Testament eigenlijk een oorsprong vinden in de Torah, 1, 2 in de profeten en 3, met name in de mondelinge traditie die van vader op zoon is overgeleverd en later op schrift wordt gesteld. In de tijd van Rabbi Yehuda HaNasi, rond het jaar 70 na de gewone jaartelling, tot het jaar 200, werd de Mishnah op schrift gesteld. De mondelinge leer die Mozes. Dus die uitleg van de Torah, want niet alles in de Torah moet je letterlijk nemen, maar er hoort een uitleg bij. En die uitleg is een handleiding. Net zo goed als je een keukenapparaat hebt, ik zal maar wat zeggen, een mixer, moet je wel weten hoe die handleiding van die mixer werkt, hoe die handleiding eruit ziet en hoe die mixer optimaal gebruikt kan worden. En zo, sommige mensen gooien die handleiding meteen weg. En zo is het, eigenlijk heeft het christendom dat ook gedaan met de handleiding van de Torah, dat is de Mishnah, de mondelinge leer. Die moet je kennen, want anders begrijp je niet het woord van God. Wat is nu? Ik geef dus die cursus voor predikanten, en zodat we op horizontaal niveau in gesprek met elkaar kunnen komen om uit te leggen dat het christendom en het jodendom eigenlijk in de wortels met elkaar heel veel gemeen hebben. En Jezus niks anders geprobeerd heeft, hè, om voor de gewone man in de straat het Jodendom toegankelijk te maken. Goed, we gaan verder. Een stukje Torah en Talmud over het scheppen van mens en dier door incantatie van de godsnaam. Je moet je voorstellen dat het mogelijk is door godsnaam te gebruiken, niet alleen te creëren of te scheppen, maar zelfs ook te doden. Een voorbeeld is Mozes,
die door het uitspreken van de naam van God, de 72-letterige lettergrepige naam van God, de Egyptenaar doodde, die een andere, een Joodse man, een Joodse slaaf, bezig was af te tuigen omdat hij zijn vrouw wilde verkrachten. En Mozes was zo kwaad toen hij dat zag, toen sprak hij de goddelijke naam uit, die wij eigenlijk zelfs niet mogen, absoluut niet mogen uitspreken, maar die wel één keer per jaar vroeger, in de tijd toen de tempel nog bestond, werd uitgesproken door de hoge priester. En als dat, de naam van God in zijn volle uitgebreidheid met 72 lettergrepen werd uitgesproken, dan ging het hele volk, boog zich te neder, ging op de knie liggen en zijn voorhoofd kwam op de grond terecht. En op dat moment, ja, dat was dus een heel plechtig moment dat de godsnaam werd uitgesproken. Dus met die godsnaam kan doden, maar kan ook doen leven. Nou, een voorbeeld is het verhaal van de broers van Jozef. Jullie weten dat de broers van Jozef en Jozef zelf, die hadden een min of meer ambivalente relatie met elkaar. Enerzijds waren het broers, halfbroers, en anderzijds waren ze ook jaloers op Jozef. Waarom? Omdat Jozef door vader Jacob werd voorgetrokken. Hij kreeg onder andere een veelkleurig bloesje, een heel bijzonder kleed kreeg Jozef. Daar waren zijn broers jaloers op. Jozef had heel veel dromen. En hij droomde over korenschoven, die 11 in getal die voor hem bogen. En de zon en de maan en de sterren die voor Jozef bogen. En ja, vader Jacob, die hoorde dat allemaal aan. En de broers ook, maar die waren eigenlijk alleen maar jaloers. Maar Jacob zelf zag de hand van God in die dromen. En dat klopte ook. Want uiteindelijk zouden die 11 korenschoven of die 11 broers zich voor Jozef neerwerpen in Egypte. Toen ze Jozef, zonder dat zij wisten, zonder dat die broers wisten dat Jozef de onderkoning van Egypte was. Maar ze kwamen bij die onderkoning omdat zij koren moesten halen uit Egypte, omdat in Kanaan geen koren meer was. En er staat geschreven in de Torah, waar Jaakov, toen zag Jacob, ki yesh shever b'Mitzrayim, dat er koren was in Egypte. Dus hij stuurde op een gegeven moment, toen ze helemaal niks meer te eten hadden, stuurde Jacob zijn 11 zonen, zijn 10 zonen stuurde naar Egypte. De zoon Benjamin hield hij bij zich thuis, omdat hij bang was als hij die ook zou verliezen. Dat was een enige zoon die hij nog had van Rachel. Dan zou hij helemaal vreselijk met hem aflopen, dus hij hield Benjamin bij zich. Nou, jullie kennen het verhaal hoe het afliep. Nou, die broers van Jozef, die hadden dus een conflict met Jozef. En ze hadden een in het veld, in de buurt van Dothan, ze waren daar vandaan weggegaan, hadden zij een stukje wee, een kalfje, hadden zij, dacht Jozef, geslacht uit de kudde van hun vader. Maar dat was helemaal niet het geval. De broers van Jozef hadden door de naam van God te incanteren over stof der aarde, hadden ze een egel, hadden ze een kalfje gemaakt. Dus het was eigenlijk een, laat ik maar zeggen, een kunstkalf, om het maar zo, een kunstvlees hebben we tegenwoordig, veganistisch vlees, niet echt vlees, dit was ook een kunstkalfje. En dat sneden ze aan stukken. En Jozef dacht, wat zien we nou? Hoe kan je, je mag niet, van een van de Noachitische geboden is, dat je nooit een ledemaat van een beest moet afsnijden, terwijl het nog leeft, en dat opeten. Dat is een heel ernstig dierenmishandeling. Dat mag niet. Dus Jozef dacht dat die broers dat dier mishandelden. En ze kregen dus een conflict, niet zozeer. En ze kregen dus een conflict over de Torah, over de interpretatie van de Torah. De broers legden Jozef uit, dit is geen echt kalfje, dit is een kalfje, bestaat uit veganistisch vlees, uit vegaan. Het is niet echt. En Jozef die vond het maar niks. En toen kregen ze een ruzie. En, nou, jullie kennen het verhaal, Jozef werd in een put gegooid. En de slangen en schorpioenen, in plaats van dat die Jozef aanvielen, deinsden ze achteruit. Want Jozef verdreef het boze oog. Het was een tzadik gamoer, een volledig rechtvaardig mens. En het boze oog kon Jozef niet treffen.
En dat was ook de reden dat uiteindelijk Jozef niet bezweek voor de verleiding van de vrouw van Potifar, een beeldschone vrouw. Sinds Adam en Eva was er nog nooit zo'n mooie vrouw op de wereld geweest, maar Jozef wist de verleiding te doorstaan. En zijn Yetzer hara, die hield zich koest. Jaak, even een vraag. Ben er ook in de Talmud? Hallo, zegt iemand Ja, iets? even een vraag. Hoe weet jij dat de broers van Jozef, heb je dat uit de Talmud, uit de Midrash Rabba, met bezig waren met het incanteren van de naam van God om tot een Ah, dat is scheppingsproduct uit te de komen? Midrash Rabba. Uit de Midrash Rabba. Maar Oké. dat wordt ook over gesproken in de Talmud zelf. Dus uit beide bronnen vertel ik dit. He, dus het is eigenlijk een halachische strijd tussen Jozef en zijn broers. A. Moet het kalfje, wat een kunstkalf is, moet dat een officiële shechita hebben. Dus dan moet hij volgens de Joodse rites geslacht worden. Of is dat is dat als het ware een kunstkalf en hoeft dat niet geslacht te worden? En mag je überhaupt van zo'n dier eten? En zo ja, wat is de status van het dier? Is dat melk of vleeskost, et cetera? Nou, er ontstond een gigantische discussie, want die broers van Jozef, dat denken wij altijd, het waren eenvoudige herders, maar het waren talmidei chachamim, het waren echte geleerden. En met Jozef kreeg ze dus een enorme discussie over de interpretatie en over de halachische interpretatie van wat zo'n kunstkalf nu eigenlijk betekende. Of dat Maar vlees hoe daadwerkelijk kan het vlees zijn was? dat de zonen Ja. van Jacob in discussie zijn over de Torah als de Torah gegeven wordt na Mozes, Ja, tijdens dat klopt. Mozes? En toch is het zo dat onze aartsvaders en Jozef en zijn broers zich hielden aan de wet van de Torah. Weliswaar nog niet aan het Joodse volk gegeven, maar de overlevering vertelt dat Abraham en zijn zonen en zijn nakomelingen tot aan Jozef toe zich aan de wetten en voorschriften van de Torah hielden en die dus tot uiting brachten. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat Abraham zegt tegen dat de strijd tussen de vijf koningen en vier koningen, waar Abraham dus de koning van Sodom als het ware verdedigt tegen de andere vijf koningen, dat op een gegeven moment die vijf koningen verslagen worden, dat Abraham met zand gooit en dat het zand veranderde in pijlen en op die manier de vijand versloeg. Dat hebben wij een paar maanden geleden behandeld in de Talmud. En wat gebeurt er? Dat de koning van Sodom tegen Abraham zegt: je mag van de buit nemen. En dan zegt Abraham: nog, ik zal nemen van de buit nog een schoenriem, nog een veter. En de traditie zegt dat het Joodse volk daarom de mitzwa, de plicht heeft gekregen. Als beloning, omdat Abraham dat gezegd heeft, dat het Joodse volk filacteriën of tefillin, de gebedsriemen, moest aanleggen in de ochtend. De mannen moesten dat doen. Maar omdat Abraham degene was die dat gezegd heeft, heeft hij al van God, als het ware, heeft God hem meegedeeld dat hij al die mitzwa met zijn kinderen mocht vervullen. Dus dat is eigenlijk allemaal de Rasj. Dat is de Agada die dat vertelt, maar dat staat niet in de Halacha. Dat staat niet echt vermeld, maar dat is de Rasj. Dat is dus de parabelen, dat zijn de Agadot, die hierover zijn overgeleverd, Lisbeth. Ja? Is dat duidelijk? Goed. We hebben het vorige keer gehad over de kracht van de woorden en de kracht ook van de letters, die zo sterk kan zijn. Dat wanneer het Joodse volk gebruik maakt van die 72 lettergrepige naam van God, dat staat beschreven in Exodus, hoofdstuk 14, vers 19 tot 21, dat het mogelijk is om de zee, om de natuur te trotseren, om bepaalde natuurwetten te omzeilen. De natuurwet is
dat alles in het water vlak is, maar wat gebeurt er? Er ontstaan 12 paden in de Schelfzee, waar langs de 12 stammen iedere stam zijn eigen pad kon trekken naar de andere kant van de Rode Zee. Ja? Dat is dus doordat het Joodse volk zo sterk geloofde in God, en dat zij dus gewoon collectief het water ingingen met gebruikmaking van die 72 lettergrepige naam, waardoor zij op dat moment de natuur de baas waren. Dus het bovennatuurlijke instrument hadden zij in handen gekregen om de natuur te beheersen. Het eerste vers van de Torah, dat hebben we al eerder gehad, Bereshit bara, in een begin schiep God. Eigenlijk is het in het begin van het scheppen, het is een participium, presens, dus een tegenwoordig deelwoord, dus Bereshit bara, in het begin van het scheppen, et ha-shamayim, door God, de rechter, God in de hoedanigheid van rechter, als de beheerser en de regelaar in de natuur, bara elokim, van het scheppen van God, van et. Et wordt niet vertaald in het Nederlands, staat ook nergens vertaald in de Statenbijbel, maar et betekent eigenlijk de eerste letter alef tot de laatste letter taf. Dus God schiep het alfabet. He, in het begin van het scheppen door God van de letters alef tot taf, et, en ha-shamayim be et ha-aretz, en ha-shamayim is het heelal, en ha-aretz, dat is het land, maar dat is de materie, de grondsubstantie. Dus in het begin van het scheppen van God, van die letters, en van het scheppen van heelal en materie, Haaretz haita tohu wabohu, en de materie dan chaotisch was en zonder structuur, begoshech apneh tohom, was er duisternis over de diepte. He, de diepte, dat moet je voorstellen, dat God in het begin, toen hij de wereld, de goddelijke wilde, ratzon noemen we dat, toen hij het in zich kreeg om de schepping te creëren, moest hij als het ware een tsimtsum doen. Tsimtsum is zich als een beetje terugtrekken. Want er staat in, we lezen in de Kedusha, de heiliging van Gods naam, en in de profeten, Ayeme kom kevodo, waar is de plaats van Gods heiligheid, van Gods glorie? En het antwoord is dat de engelen zingen, kevodo male olam, zijn glorie, zijn heiligheid vervult de hele kosmos. Dus als God de hele kosmos vervult van zijn glorie, dan is er dus voor niks anders ruimte. En daardoor moest God zich als het ware een beetje terugtrekken. Dat noemen we in de kabbalistische termen tsimtsum. Hij moest zich terugtrekken en dan ontstond er een vacuüm, een diepte. En die geest van God die manifesteerde zich over het water, apneamayim. Maar dat water was nog ongevormd, dus het waren in feite waterstofatomen. En toen zei God, Wayomer Elokim, toen zei God, Hior, er moet licht komen. Waior, en er was al licht. He? Dus al licht, altijd. Er was al licht. Er was licht. Op het moment dat God zei dat er licht moet komen, was er licht. Waar Elokim, et haor kitof, toen zag God dat het goddelijk licht, dat het goed was, eigen licht. Waar Yavdeel Elokim, en God maakte een scheiding, ben haor, tussen het hemelslicht, uben ha-gosher. En tussen het ontbreken van het licht. Je moet je voorstellen dat God zich had teruggetrokken, dat er een soort vacuüm ontstond. En het vacuüm was pikdonker, het was zwart. Dus negatief gezien. En God maakte dus een scheiding tussen het licht en die duisternis. Het licht vulde dat zwarte gat als het ware. En daar waar het licht niet aanwezig was, was duisternis. Dus er was licht wordt het goede. Het was kitof, het was goed. En hier wordt niet gezegd dat de duisternis slecht was, maar de duisternis, dat is de negatieve kant van het positieve. Waar je kra Elohim la or yom, en God noemde, het licht noemde hij die dag. Hè? In die tijd van de schepping was de zon en de maan, die bestonden nog niet, maar er was alleen hemels licht. En wanneer het hemels licht scheen, noemde God dat de dag. We la gosseg kara laila. En de duisternis noemde hij de nacht. En Laila, het is ook een bepaalde profeet die Laila heet. Dat is de profeet van de nacht, van de duisternis. En dan staat er, waar hier erf, en het was avond geworden.
Wayi Bokeh, en het was ochtend geworden. Yom, oh, dat staat hier twee keer. Yom Echad, het was één dag. Ja? Merk dat dag in het Joodse geloof altijd begint in de avond. Daarom staat hier ook Wayi Erev, Wayi Bokeh. Het was avond, het was dag. Dus we beginnen altijd, hè, een voorbeeld, de 14e Nisan, de dag van Pesach. Die begint s'avonds op de 13e Nisan, die is afgelopen. S'avonds om 6 uur gaat de zon onder. En dan s'avonds is het 14 Nisan. Vandaar dat de Shabbat ingaat op vrijdagavond, als het donker is geworden. Eigenlijk iets eerder al in de schemering. Ja, dus de dag begint op de avond. Waar begint de Torah met de letter Beet en niet met de Alef? Nou, daar hebben we misschien wel eens vaker over gehad. Dat de alef is iets wat onuitspreekbaar is. De alef is de adem van God. Ja, de adem van God die ook de mens zijn ziel inblaast. En de beet, als je goed kijkt naar de beet, dat is een huis waarvan de linkerkant open is. Dat wil zeggen, de rechterkant is een gesloten balkje. Zien jullie dat? Hier is een gesloten balkje. En sommigen leggen dat uit dat we niet mogen speculeren over datgene wat er was voor de schepping. Voor de schepping was God er, maar wat was er nog meer? Was er nog wat anders? Daarover mogen we niet speculeren. We kunnen alleen maar speculeren over datgene wat erna was. Daarom is die beet van het open huis naar de linkerkant open en hier begint de Torah te schrijven. Waarom begint de Torah met de beet? Omdat de alef er al was. Dat was de, als het ware de adem van God. De alef is samengesteld uit deze letter, dat is de waaf. Is een getalwaarde van 6. Van een joed is een tientje. En een joed is ook een tientje. Dus joed is 10 plus 6 plus 10 is 26. Als je ook goed kijkt, zie je dat hier die waaf een soort spiegel is. En dat lijkt op de hedendaagse wereld waarin we nu leven. En de waaf, dat is de splitsing tussen de hedendaagse wereld en de toekomende wereld. Pas op het moment dat de mens zich collectief de slechte neiging kan beheersen, dan is de spiegel die wordt doorzichtig en dan wordt die joed aan de andere kant zichtbaar, waar de God zich volledig op aarde kan manifesteren. En op dat moment is het paradijs dus op aarde gekomen en leven we in de Olam Haba. 26 hebben we gezegd, de Alef is de naam van God, Yud He Waf He. En u weet dat de naam Yud He Waf He, dat dat een naam van Gods compassie is, van zijn rechamim. Denk maar aan de rechem, dat is de moederschoot. Het woord rechem betekent moederschoot. Hangt samen met het woord rechamim, zoals een moeder zich, hoe heet het, ontfermt over haar kind. Hè? Ontfermen over le rachem, is dat in het Ivriet. Hè? De rechem, de baarmoeder zorgt voor het kind. Zo ontfermt God zich ook over de wereld. En daarom wordt God genoemd Eel Melech Rachamim. God, koning die barmhartig is. Hè? De barmhartigheid van de koning. Maar u moet weten dat aanvankelijk, als je het scheppingsverhaal leest, het eerste hoofdstuk van de Torah, dan zie je dat God de wereld schept in de hoedanigheid van Elohim, van God, de God van de natuur. En Teva, de natuur, heeft dezelfde getalwaarde als Elohim. En pas nadat Noach zijn omzwervingen over het water had gemaakt en de hele mensheid met alle dieren, behalve de vissen, was overleden, waren overleden, toen pas zei God tot zichzelf, ik kan niet alleen de wereld regeren in de manifestatie, in de Mida, in mijn eigenschap van het dien, van het recht. Want de mens kan niet overeind blijven als ik alleen maar als scherprechter, als scherpe rechter optreed. Maar ik moet de Midat HaRachamim, de eigenschap van compassie, moet ik daarbij voegen, want dan zal de mens het overleven, want door de compassie die de moeder met een kind heeft, die afgeleid is van de compassie die God met de mensheid heeft, is de mensheid in staat, ondanks al het slechte wat hij doet, om toch te kunnen leven, omdat God de mens vergeeft. Dat is ook de reden, ik heb jullie het verhaal van Jona, kennen jullie natuurlijk, dat Jona die kreeg de opdracht om naar Nineveh te gaan, om te prediken dat Nineveh tot berouw moest komen, want u had een grote zonde, een zondig volk.
Maar Jona, die ontvluchtte voor het woord van God, die ging naar Tarshish. Hij was heel rijk en huurde een schip in en liet zich zeilen over de zee. Omdat eigenlijk Jona niet eens was met God, omdat Nineveh eigenlijk de doodsvijand van Israël was. En als zij vergeven zouden worden voor hun zonde, dan zou Jeruzalem door Nineveh belegerd worden en wellicht worden veroverd. Dus Jona was bang, want hij wist dat God een barmhartige God was. En als Nineveh tot bekering zou komen, wat ook daadwerkelijk gebeurde, dan zou God Nineveh vergeven, en wat ook daadwerkelijk gebeurde. En zo gebeurde dat de koning, die dat woord van Jona uiteindelijk hoorde, toen hij door de vis was uitgespuugd en inderdaad naar Nineveh ging, de stad die 3 dagen, waarvan het 3 dagen duurde om er doorheen te trekken. En Jozef en Jona predikte tegen de koning en tegen de bevolking dat ze tot inkeer moesten komen, want anders zou de stad vernietigd worden. Nou, hij ging buiten de stad zitten en hij wachtte af wat er gebeurde met de koning. En het volk was in zak en as. Die strooide zich as over hun hoofd. Denk maar aan aswoensdag. He, dat is een gewoonte bij de, zoals bij de katholieken, om aswoensdag te houden. Nou, as, dat is afgeleid weer uit het Joodse geloof. Dat op het moment dat iemand in de rouw is, dan strooit hij aarde of as over zijn hoofd. Zoals Jacob dat ook deed toen hij hoorde dat zijn zoon Jozef verscheurd was door een wild dier. En toen strooide hij as over zijn hoofd vanuit het vuur en hij was in rouw gedompeld. Nou, en dat gebeurde dus met de koning van Nineveh, met zijn hele bevolking. En ze gingen vasten en ze beleden hun zonde en ze kwamen tot inkeer, tot teshuwa. En op dat moment vergaf de El Melech HaRachamim, de barmhartige God, het volk van Nineveh. En werden zij schoongewassen als het ware van de as die zij op hun hoofd hadden. Vergelijkbaar met de as van de rode koe die het onreine rein maakt. Zo werden deze mensen vergeven door God. Ik herinner me. Ja, deze bijzondere, wij noemen het een haftara, deze bijzondere stuk uit de profeten, dat werd voortgelezen, dat wordt altijd voorgelezen op Grote Verzoendag tijdens het Mincha-gebed, tijdens het middaggebed. Ik herinner me dat, ik was nog een kind en later natuurlijk ook volwassen man, dat mijn vader 30 jaar lang elke Grote Verzoendag die prachtige... hoe heet het, geschiedenis van Jona vertelde, of in ieder geval voorlas met een zingende stem in de synagoge in Enschede. En dan zag je dat de zon door die mooie gebrandschilderde ramen van de Sjoe, dat die scheen. En met weemoed denk ik daaraan terug, hoe mooi dat was. En het is ook dus eigenlijk de reden dat de haftara van Jona, het stuk van Jona, op Yom Kippur, op Grote Verzoendag gelezen wordt, omdat dat de laatste kans is voor het hele Joodse volk om met God in het reine te komen, en waarbij we dus die haftara, dat stuk van Jona, voorlezen, omdat uiteindelijk God compassie met zijn volk zal hebben. En dat is dus ook gebeurd ten tijde van Jona. Nou, dan gaan we verder. Even kijken. Men kan zich afvragen of er een soort dualiteit bestaat van God. Zijn er donkere kanten van God? Andere woorden, is er een dualiteit tussen goed en kwaad in zijn eigen wezen? Als we nu eens goed kijken naar het scheppingsverhaal, dan zien we het volgende. God scheidde tussen licht en duisternis. Ja, en in het Talmud Chagiga, in het 12e hoofdstuk, staat geschreven dat God zag dat het licht, dat de goddelozen op aarde zich dit niet verdienden, dat licht te zien. En wat deed God? Hij zag alles wat hij gemaakt was en het was heel goed. Het was avond geworden, het was ochtend geworden, het was de 6e dag, maar ik vertaal het niet door dag, maar door periode. Waarom?
Om het woord jom, dat betekent niet alleen dag, maar dat kan ook periode betekenen. Want de eerste 3 dagen waren nog geen zon en geen maan, die het etmaal van 24 uur bepaalden. Dus een periode kan ook wel miljoenen jaren geduurd hebben. Vandaar dat er wij in de aardkorst allerlei voorwildelijke dieren die geleefd hebben voor Noach kunnen aantreffen, die miljoenen, honderden miljoenen jaren oud zijn. Want er zijn volgens de Midrash meerdere verwoestingen van de aarde geweest. Niet alleen de zondvloed, maar er zijn nog andere keren geweest dat God eigenlijk niet tevreden was over zijn schepping en nog een keer de aarde heeft geschapen. Dus het zou goed kunnen dat die dieren, die Tyrannosaurus en andere sauriërs die worden opgegraven, dat die dus van een vorige schepping waren. Nou, in Genesis hoofdstuk 3, vers 1 lezen we dat de Nagash, de slang, lees de slang en de mens, was het listigste van al het wildgedierte in het veld die de eeuwige God gemaakt had. En hij sprak tot de vrouw. Nou, je kent het verhaal. Hè? Tot de manin, ik noem ik het maar even. Tot Eva, tot Gabba sprak God. Hij, God sprak, je zwangerschap zal met veel pijn gepaard gaan, omdat je van die vrucht, van die verboden vrucht hebt gegeten. En met veel pijn zul je kinderen baren. En in Genesis 3, 17 staat, en tot de man, tot Adam zei hij, omdat je geluisterd hebt naar de stem van je vrouw, en gegeten hebt van de boom waarvan ik je heb opgedragen in de bewoningen, je zult er niet van eten, vervloekt zal de aardbodem zijn door jouw toedoen, onder kwel en kommer zul je van haar te plukken. Dus in het zweet des aanschijn zul je je brood verdienen. En in Genesis 22, 1 vinden we de offeranden van Jitschak. En daar wordt hij door Isaac wordt getest in opdracht van God door de Satan. Ja? Dat is het bekende verhaal dat Jitschak uiteindelijk niet geofferd wordt door Abraham. En dat Satan moet juichen omdat Jitschak, oh sorry, omdat Abraham de test doorstaan heeft. En dat is ook heel grappig over die Satan. Die heeft dus de opdracht, het is geen slechte engel, maar hij moet als het ware het slechte in de mens stimuleren. Waarom? Omdat dat goede, het goede element in de mens, en dat is de Yetzer HaTov, dat die uiteindelijk de Yetzer HaRa verslaat. En zo wordt er verteld in Job het volgende verhaal. Er woonde eens in het land Oetz, dit is volgens de overlevering Garan. Garan wordt beschreven, daar leefde dus Laban, de schoonvader van Jacob, de vader van Rachel en Lea, die woonde in Garan. Staat beschreven in Genesis hoofdstuk 22 vers 21. Daar woonde eens een man die Iof heette. Het was een niet-Joodse man, maar was een eenvoudig en geschapen mens. Hij had ontzag voor God en hield zich ver van het kwaad. Job is later trouwens ook nog Joeets. Hij is raadgever, dat heb ik geloof ik gisteren op een cursus verteld, of vanmorgen, dat weet ik niet meer. Hij is raadgever van Farao geworden. En wat heeft hij gedaan? Farao vroeg aan zijn 3 raadgevers, aan Biliam, aan Balaam, moet ik de Joodse jongetjes in de Nijl gooien? Want de sterrenwichelaars zeggen dat de toekomstige verlosser van het volk, dat die uiteindelijk te gronden zal gaan door het water. Dus ik ga alle jongetjes in het water gooien, zodat die verlosser überhaupt niet kan, zodat hij niet kan leven. Nou, hij vroeg raad aan zijn 3 Joatsim, aan zijn 3 raadgevers. Hij vroeg eerst aan Jitro, de latere schoonvader van Mozes, moet ik die jongetjes in de Nijl gooien? Maar Jitro, dat was een goed mens, hij zei, nee, moet je niet doen. Sterrenwichelaars gingen trokken hun zwaarden en wilde Jitro doden. En Jitro sloeg op de vlucht en kwam in Midjan terecht. En zijn verdienste was het van hem dat hij een negatief advies gegeven had aan Farao. En hij werd de schoonvader van Mozes. Want u weet dat Mozes trouwde met Zippora. En Zippora was de dochter van Jitro. En Jitro was weer de reïncarnatie van Kain. En Mozes was de reïncarnatie van Abel. En die twee reïncarneerden in Mozes en Jethro, en Jethro
opdat uiteindelijk hun tikkun, hun vervolmaking in deze wereld, bereikt zou worden. Goed. De tweede raadgever, dat was Biliam. En Biliam, die haatte de Joodse volk. He, dat kent u wel, het verhaal met de ezel, dat hij op weg gaat. Op weg naar de koning van Balak, om het Joodse volk te vloeken. En de engel, die komt in het veld tussen een haag. Loopt hij aan de ene kant aan de rechterkant een haag, aan de linkerkant een haag. En dan ziet hij een engel, althans de ezel ziet de engel, maar Biliam ziet geen engel, want hij is zo vervuld van haat, dat hij alleen maar de haat tegen het Joodse volk heeft en niet de engel ziet, die met getrokken zwaard op de weg staat. En die ezel is bang en die gaat naar rechts, die wil naar rechts gaan. En daardoor wordt het been van Biliam wordt verlamd. He, daarom staat er ook later dat Biliam verlamd was aan zijn rechterbeen. In de Tora. En dan begint Biliam als een gek te slaan op de ezel. Daar is een prachtig schilderij van gemaakt. Door Rembrandt. En dat hangt in het Hermitage in Leningrad. Dan zie je het als een bezetene. Hoe heet het? Zie je Biliam slaan op de ezel. Waarop die ezel zijn hoofd verheft en zijn mond opende. En het openen van de mond van de ezel, daar staan puntjes boven in de Torah. He, er zijn maar een paar keer in de Torah worden er puntjes gezet, een stuk of 3 keer. Onder andere bij hier. En dat betekent dat er iets bovennatuurlijks gebeurde. En de bovennatuurlijke dingen werden niet in de schepping gecreëerd, maar voor de schepping. Voor de schepping creëerde God volgens de Mishnah Avot, volgens de spreuken der vaderen, 10 zaken. Dat was de bron van Mirjam, dat was de stok van Mozes, dat was de regenboog, dat was het gat in de grond waar Korach en zijn 250 mensen in verdwenen. Dat was de splitsing van de Rietzee enzovoort. Maar ook, en dat was de vis die Jona verslond, maar ook was dat dus de ezel, de kinnebak van de ezel die openging en begon te praten. Ben ik niet altijd uw dienaar geweest? Dag en nacht, lees. Hè, waarop gij Biliam gereden hebt, en dat moet je letterlijk zien. Biliam reed overdag op zijn ezel, en 's nachts reed hij ook op zijn ezel, omdat hij sodomie pleegde met zijn ezel. Ben ik u niet dag en nacht ten dienste geweest, sprak die ezel. Ja, antwoordde nota bene Biliam. En als ik het geweten had, dan had ik u nu al gedood, omdat wat u gedaan heeft. En die ezel, dan staat er wat die pokachno. En toen werden geopend de ogen van de ezel. En toen zag Biliam de engel, die hem waarschuwde, denk erom, je mag daarheen gaan, maar je zal het vervloek. Je zal alleen maar datgene zeggen wat God je in je mond zal leggen. Dus je zal het volk moeten zegenen. Goed. Hoe kom ik hier nou op? Omdat die... je moet je voorstellen. Wat is nu de overeenkomst tussen Abraham en Biliam? Er staat geschreven in de Torah dat God tegen Abraham zegt. Hè, er staat er waar jonge Elohim... En God sprak, Elohim, de God van het recht, in het Midat Haragamim, niet in het Midat van Haragamim, niet in de eigenschap van compassie, maar de Midat Hadin, de eigenschap van het recht. Hè? Waar Yom Elohim, God van het recht, sprak naar Abraham tegen Abraham, waar Yomer, en Abraham zei, Hineni, hier ben ik. Wat u ook aan mij zegt, betekent Hineni, ik ben hier, ik ben bereid te doen wat u mij zegt. Waar Yom Elohim, toen zei God, kach et bincha, neem uw zoon. En Rashi verklaart het heel mooi. Ja, maar ik heb 2 zonen. Ik heb Ismaël en ik heb Isaac. Welke? Zegt God, die wil niet meteen die nare boodschap brengen. Die zegt, Asher Hafta, die je lief hebt. Nee, zegt Abraham, ik heb mijn beide zonen lief. En ik heb Ismaël lief en ik heb Yitzchak lief. En dan zegt God, om de boodschap iets makkelijker te maken, et Yitzchak, neem Yitzchak. Wahaleu shamle ola, en breng hem daar ten offer op die plek die ik u zeggen zal. En dan staat er waar Jacob Avraham babokker. Toen stond Abraham 's ochtends vroeg op. Heel vroeg.
Vayachavosh et chamoro. En hij zadelde zijn ezel zelf. Vayikach et shnei na'arav. Hij nam zijn twee dienaren, Yitzchak beno en zijn zoon Yitzchak, Isaac. Ja, waar je kach het magelet en nam het vuur en nam hij mee en het hout en het mes. Maar die twee dienaren die normaal de ezel moeten zadelen, die deden dat niet. Want de liefde van Abraham was zo groot voor God dat hij ondanks het vreselijke opdracht die hij kreeg, wat tegen zijn hele geweten inging. He, wat de cultuur was in die tijd om de eerste kinderen te offeren aan de Moloch, waardoor Abraham zich nota bene daarvan had afgekeerd en alleen maar zich tot de onzichtbare God, die toch zichtbaar manifesteert in de wereld en de hele wereld vervult van zijn glorie, maar wat de mensen niet zagen, maar Abraham zag dat. En Abraham zelf zadelde zijn ezel uit liefde voor God, heel 's ochtends vroeg. Hij liet dat niet zijn twee dienaren doen. En wat deed Biliam? Er staat ook dat Biliam zelf 's ochtends zijn ezel zadelde. Zo groot was zijn haat tegen het Joodse volk. Dat hij niet dat zijn dienaren liet doen, maar hij zelf deed het. Dus de tegenstelling tussen Abraham en Biliam wordt op een prachtige manier komt tot uiting in het negatieve en in het positieve. Nou, met betrekking tot Job staat het volgende geschreven. Er woonde eens in het land Uz, woonde een man en die Job heette. Die Job, hè, we hebben gezegd dat Jitro, dat was een raadgever van Farao, maar Farao vroeg niet alleen aan Jitro die dus op de vlucht was geslagen. Maar God vroeg ook aan Biliam, aan Balaam, moet ik de jongste jongetjes in de Nijl gooien? Jawel, zei Biliam, want die haat het Joodse volk, gooi ze in de Nijl. En de laatste was Job, die werd de raad gevraagd en Job zei niks. Hij gaf geen antwoord. En dat zegt men, volgens de Midrash, een mogelijke reden is dat Job uiteindelijk ook op de proef werd gesteld met de bedoeling om uit te testen of hij wel een voorbeeldig en een religieus mens bleef, ondanks alle leed en alle ellende die hem zou overkomen. En dat is een reden, het staat namelijk geschreven in Job, in het eerste hoofdstuk, in het eerste vers. Er woonde eens in het land Uz een man die Job heette. Hij was een eenvoudig en geschapen mens. Hij had ontzag voor God en hield zich verre van het kwaad. Ik zal even dit prachtige eerste stuk voorlezen. Ja, dus Ishaya be'eretz Uz. Er was eens een man in het land Uz, Iyof Shomo, en zijn naam was Job. Bahayaha Ishahu, en deze man was Tam, een eenvoudig man, Yashar, hij was recht door zee, ja, Vayera Elohim, en hij vreesde de God Elohim, en niet Hashem, Yudke Wavke, maar hij vreesde God, de God van het recht, de God die uiteindelijk het goede beloont, en het kwade bestraft. Vesarmeira. En daardoor distantieerde hij zich van het slechte. Vayivaladulo shiv abanim. En er werden hem geboren 7 zonen. Veshalot banot. En 3 dochters. Vayihi miknehu shiv ad alfetzon. En hij, zijn bezittingen bevatten 7000 klein vee. Gemalim, we gaan meesmeld. En verder had hij 300 kamelen. We gaan meesmeld, tsemmer de bakar. En hij had 500 spannen van ossen. Atonot. En Atonot, hij had 100 ezelinnen. Waabuda rabameot. En. Hij bedreef verschillende ondernemingen. Maar hier Aishahu, en deze man was Gadol, belangrijk, Mikol Kedem. Hij was in het hele oosten, was Job bekend als een rechtschapen en goed mens. Nou, en er staat dan geschreven dat iedere dag, wanneer de oost was, dan hield hij maaltijd en hij offerde aan God. En hij bracht God de eerste vruchten van het veld, bracht hij aan God ten offer.
En dan staat er in het zesde vers staat het volgende. Vayehi bayom hayom. En het gebeurde eens op een bepaalde dag. Vayavohu bnei el ha-Elohim. En toen kwamen de zonen van God. Lehit yatsef al Hashem. Nou moet je goed opletten. Dus Vayehi hayom. Het was een bepaalde dag. Vayavohu bnei ha-Elohim. Die kwamen de zonen van God. Maar in de hoedanigheid van Elohim. Van de God van het recht. Lehit yatsef. En die plaatste zich. Al Hashem, voor de barmhartige. Dus in God de barmhartige, in de hoedanigheid van de barmhartige. Dus niet in de hoedanigheid van de rechter, maar in de hoedanigheid van de barmhartige. Wajawo, gam ha Satan. Maar en de Satan, die kwam ook, betogam, te midden van hun. Want hij was ook een van die bene Elohim, een van die zonen van God. Wajome Hashem, toen sprak de warmhartige God, de Satan, tegen de Satan, mijn ayin tavo, waar vandaan kom je? Wajana Satan, en de Satan antwoordde, het Hashem, de eeuwige die compassie heeft. Wajome, en hij zei, Mishut Baaretz, ik kom uit ik kom vanuit de aarde die ik onderzoek, Umitalegba, en die ik doortrek, om te zien wat de daden van de mensen zijn. Waar jonger Hashem, toen sprak de eeuwige, de compassievolle God, en aan Satan, aan de Satan, aan Santa Libega alaf die Job, heb je dan wel goed gelet, heb je goed gekeken met je hart naar mijn dienaar Job? Ki een kamahu beoretz. Er is niemand zoals hem op aarde. Ishtam, hij is een eenvoudig mens, Yashar, hij is oprecht. Jiree Elohim, hij vreest mij in de hoedanigheid van het recht. We sar mee rang, hij houdt zich ver van het kwade. Wajana Satan, en als Satan antwoordde, et Hashem, de eeuwige, de compassievolle God, waar Jomar hij sprak. Ha, gonam, Jiree Iof Elohim. Ja, geen wonder dat God, dat Job voor de God van het recht bang is. Hallo ata sagarto baado. Je hebt hem namelijk behoorlijk beloond. Uwe ad beto, met zijn huis. Uwe ad kola shalom, met Savi van alle bezittingen die hij heeft. Maar seyadaf berachta. Je hebt hem gezegend. Ja, met alles wat hij doet. Parats ba'aretz. En hij heeft zijn bezittingen verspreid over de hele wereld. Wulam shalach na yadaga. Maar strek je hand maar eens naar hem uit. We gaben goa shalom. En doe alles wat hij bezit. Doe dat er niet. Im lo apanega yvarecha. En kijkt of hij dan nog steeds jou vereert. En je niet vervloekt. En je nog zegent. Ja, wat kon God anders doen dan te zeggen. En daarom zegt de Talmud. Dat zelfs onze lieve Heer. De Satan, de duivel, niet in verleiding mag. Niet zich door de duivel in verleiding mag laten brengen, zoals hier wel gebeurde. Waar Jomar Hashem toen sprak, de eeuwige God die compassie heeft, en als Satan tegen de Satan. Nee, kola shalobia dega, hier, ik geef je alles in jouw hand. Rak elaf, altislach yadega. Maar je mag je hand niet naar hem uitstrekken. Je mag hem niet doden. Waar yatseha Satan me impanar Hashem. En Satan vertrok vanuit het aangezicht van de eeuwige. Nou, jullie weten hoe het verhaal eindigt. Uiteindelijk doorstaat Job alle beproevingen. Hij blijft God trouw tot aan de laatste minuut. En hij wordt uiteindelijk beloond, want hoewel al zijn bezittingen worden afgenomen, zelfs zijn vlees als het ware levend ontbindt, hij zich met een potscherf moet krabben wegens de jeuk die hij heeft over zijn hele lichaam. Zijn vrouwen en zijn kinderen die ineens verdwijnen en allemaal schijnen dood te zijn. Maar het verhaal vertelt in de Midrash dat die worden verborgen door de Satan in een grot. En toch blijft Job, ondanks de negatieve bewoordingen van zijn vrienden en ondanks de woorden van zijn vrienden dat hij God moet verlaten, blijft Job blijft God trouw. En uiteindelijk juichte Satan omdat
Job de verleiding om God te vervloeken doorstaan heeft en God trouw blijft. En daarom krijgt hij zijn vrouw en kinderen die in een grotte verborgen waren. Ik moet denken aan de huidige tijd waar nog heel veel mensen ontvoerd zijn en in de grotten van Hamas verborgen zijn. Ik hoop dat zij ook gelijk Job hun vrouwen en kinderen terug zullen komen en door God bevrijd zullen worden en door het leger van Israël. Dus de offerande Yitzchak is een test geweest van Satan. En dat heb ik daarnet verteld. En ook in Oets, door Job, die een geschapen mens was, hij had ontzag voor God en hield zich verre van het kwaad. Dat was de test van Satan. Ja? Dat is een fantastisch verhaal. Nou. Op Rosh Hashanah wordt de bazuin geblazen, de shofar, waarop de mens beoordeeld wordt en de aanklager voor God komt, de Satan, de officier van justitie, komt voor de rechtbank met zijn demonen, met zijn negatieve dienaren, met zijn shedi, met zijn demonen. En die komen getuigenis afleggen wat de mens verkeerd heeft gedaan. Maar ook de engelen komen die als advocaten optreden. Ja? Satan antwoordt in het boek Iof met: ik heb rondgezworven en rondgeduld. Ik zwierf op aarde. Dat zie je ook in Genesis, in hoofdstuk 13, vers 17. Er werd niemand gevonden zoals Abraham, over wie gezegd is door God, sta op en doel rond. En zwerf rond door het land. En de Joodse geleerden zeggen in de Talmud, in Baba Batra, dat de tegenstander Satan dit bedoelde te zeggen, ter wille en ten gunste van Abraham, zodat de verdienste van Abraham niet door God vergeten zou worden. Dat is de verdienste van Satan geweest. Nou, dat verhaal heb ik er net verteld. Hè? Iof die zegt op een gegeven moment in zijn ellende: naakt kwam ik uit de moederschoot en ik zal ook naakt terugkeren in de moederschoot der aarde. De Heer gaf en de Heer nam. Mogen de naam van de Heer gezegend zijn. Ja? Toen hij zijn kinderen en zijn vrouw verloor, toen sprak hij dit uit. En het is ook de gewoonte dat wij, wanneer lo alenu, wanneer het mogen nooit gebeuren over ons, wanneer wij onze dierbaren moeten begraven, dat wij moeten zeggen: Hashem noten, de Heer geeft, Hashem lakach, en de Heer die nam. Yishem Hashem mit yitbarach, mogen de naam van de eeuwige, mogen die geprezen en gezegend zijn. En even kijken hoor. Ja, nou, dat heb ik wel eens verteld, hè, dat de Shuwa in feite het terugkeer en inkeer in de tijd betekent, teruggaan in de tijd. Hè. Denk maar aan het stoplicht waardoor je rijdt en een bekeuring krijgt na 3 weken. Dan wil je wel jezelf voor de kop slaan en teruggaan in de tijd. En dan rij je per ongeluk bijna iemand omver met een rollator op straat die op een zebrapad loopt. Die krijgt weer een bekeuring, een acceptgirokaart en moet weer €500 betalen. En je dacht bij jezelf, had ik dat maar niet gedaan, had ik maar langzamer gereden, wil weer teruggaan in de tijd, terugkeren, teshuwa, naar het moment dat je in de fout ging. Maar stel je voor dat we in een tijd zouden leven, dat op het moment dat je iets verkeerd krijgt, dat je een appje krijgt, er is zojuist 150 of 200 of €300 van je rekening afgeschreven. Nou, en dat hetzelfde gebeurt als je bijna iemand overreed, dat je een appje krijgt, er is zojuist 400 euro van je rekening afgeschreven, dan zouden wij het wel uit ons hoofd laten om fouten te maken. Dus de tijd die wij, in de tijddimensie die we leven, die heeft de functie gekregen om het tijdspad te zijn, om te kiezen tussen goed en kwaad. We hebben de kans om het goed te doen, maar we hebben ook de kans om het verkeerd te doen. Dat is onze eigen keuze. Maar als we het verkeerd gedaan hebben en spijt hebben, dan kunnen we teruggaan als het ware in de tijd. En vragen aan God: heb nog toch compassie met ons. Dus de val van Adam ging gepaard met
het creëren van God, het kon niet anders dan dat er tijd ontstond. Althans in deze dimensie waarin wij leven, van, hè, ja, in deze wereld waarin we leven, in de wereld van Asiya, is er tijd, omdat we kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Hè, dat is dus ook wat we zien tussen Kain en Hevel. Hevel, dat betekent Abel, hè, in het Hebreeuws staat Hevel. Het betekent niet, er staat Hevel Habalima Kol Hevel in de prediker. En het wordt vertaald, ijdelheid en ijdelheden, alles is ijdel, maar het is niet goed vertaald. Er staat eigenlijk energie, de energie, alles is energie. Dus wat er ook gebeurt, alles is energie. Wat we ook doen, dat heeft, dus de kinetische energie, die komt uit de potentiële energie. Dus altijd, ja, de wet van Newton. Die vinden we terug in Hevel HaWalima Kol Hevel. En Kain en Hevel, de plaats van diegene die Teshuwa doet. En Kain deed Teshuwa. Die dompelde zijn lichaam. Zijn hele verdere leven was die in de Gidekel, in de Eufraat, in de Tigris. Was die ondergedompeld om Teshuwa te doen. Om tot inkeer te komen wegens de daad die hij gedaan heeft. En in de Gemara in de Talmud staat er geschreven dat de plek van degene die teshuwa doen hoger is naast de troon van God dan de plek die de tzaddikim, de volkomen rechtvaardigen, hebben. Dan is de vraag, is er een hel? Wat gebeurt daar volgens het Nieuwe Testament en volgens de Talmud? Daar wil ik het graag volgende keer met jullie over hebben. Want het is nu een uur later en ik ben een beetje moe geworden. Ik hoop niet dat jullie me dat kwalijk nemen. Dus ik wil graag stoppen en jullie nog de gelegenheid natuurlijk te geven, zoals gebruikelijk, voor het stellen van vragen. Ik zal even naar de chat kijken om te kijken of daar nog vragen staan. Een momentje. Chat. Het woord speech is, zegt Jacob, is diboer. Ja, het is etymologisch gelinkt aan davar, wat ding betekent. Inderdaad, davar betekent, behalve ding, kan ook davar ook woord betekenen. Maar diboer is echt het spreken van, de uitspraak. Diboer Hashem, het spreken van God. En davar Hashem is het woord van God. Maar het kan ook ding betekenen, klopt helemaal. Verder zegt Jacob, Hashem staat tenslotte buiten tijd en ruimte, klopt. Daarom kun je ook geen tijdsperiode eraan plakken bij het begin. Alleen de mens heeft tijdsperiodes nodig, heel, heel juist. God leeft, is eeuwig, heeft geen tijd nodig, is tijdloos. Staat buiten, heeft die tijdsdimensie voor de mens gecreëerd, niet voor zichzelf. Ja, er staat ook in het ochtendgebed, dat zeggen we ook als we lo aleinu over 120 jaar overlijden. Zeggen de mensen die om ons heen staan. Hoe haja hij was. Hoe jije. Sorry, hoe wee hij is. Hoe haja hij was. Hoe jije en hij zal zijn. He, dus God is in feite een werkwoord in de verleden tijd, in de heden tijd, in de hedendaagse tijd en in de toekomende tijd. God is de essentie van het zijn in alle tijden, altijd. Goed, dan staat er een opmerking van GV. Wie is GV? De naam van Iof bedoelt als woordspel op ojef, vijand. Satan is de vijand. Leuk! Dankjewel, heel mooi. Heel mooi. Dankjewel. Hele mooie opmerking. Oké. Okay. Het woord is aan jullie. Er zijn er vragen. Ik moet even laten bezinken allemaal. Daniel. Jacob, het is... Nee, ik zei het moet nog eventjes allemaal wat bezinken. Ja, inderdaad. Het is misschien, ik heb een beetje misschien te snel gepraat en te snel gesproken. Maar doe maar rustig aan. Laat het gewoon rustig bezinken. Deze lezing die komt natuurlijk ook op YouTube, in het YouTube-kanaal. Dan kan je nog eens rustig luisteren. En ook nog, als dat nodig is, altijd vragen aan mij stellen. Dat is nooit een probleem. Ja? Kent. Ik zie tot mijn vreugde dat Shlomo Gerard en Willem Zuidema ook deze keer bij deze sjoer zijn. En ik zie ook nog iemand die ik even niet herken, boven Shlomo. Even kijken wie dat is.
Sorry als ik u even niet herken. Nou, maakt niet uit. Maar wie bent u? Zuidema. Maakt niet uit. Dus ik denk niet dat hij... Dat... Even met de muis eroverheen gaan, dan kunt u de namen zien. Ah ja. Oké, mensen, nou. Jullie hebben het een beetje... Laat het even rustig bezinken. En dan zou ik zeggen, dan spreken wij elkaar volgende week. Ik zie hier Ellie met een telefoon. Maar dat kan ik niet goed zien. Wat daar, dat is een jongetje en een meisje volgens mij. Nou, kan ik niet goed zien, Ellie. Wie zijn dat? Ellie's microfoon is gedempt. Ja, ah, ik moet jullie even opheffen. Ellie, wie is er op die foto te zien? Sorry, dat was het schilderij van Rembrandt. Oh. Ah, dankjewel. Ja, met Milan. Ik kijk even of ik nog... Bak van de ezel. Ja, kijk of ik hem nog even terug kan halen. Juist, juist, juist. Leuk, leuk. Nou, hier is die. Maar ik weet niet of het... Het is een beetje moeilijk. Niet echt te zien, nee. Het is niet duidelijk te zien. Nee. Maar je het kunt, me nog eens een je kunt het ietsje, goed opzoeken. Ietsje ervan afhalen. Dan denk ik dat het beter te zien is. Ja, je kunt het goed opzoeken. Ellie, was jij vanmorgen ook bij de Sjoer? Jazeker. Bij Paul Jacobs? Allemaal. Jazeker, jazeker. Het was heel bijzonder. Het was ook best wel veel, maar het was ook wel heel erg goed. Af en toe dan schieten mij toch nog vlaarder te binnen. Ja, het was met ook plezier, weer heel met goed. Plezier. Ja. Nou mensen, fijn dat jullie er waren. Met Gods hulp, even kijken, volgende week op woensdagavond. Even kijken, mag ik heel even in de agenda kijken? Ik ben helemaal gek, het is zo druk. 31ste op de 7e, cursus NIS. Zoom plus Rospina, wat is dat nou weer? Nou, in ieder geval volgende week om 7:30 Nederlandse tijd en 8:30 Israëlische tijd. Hopen we elkaar weer in gezondheid te zien. Wensen jullie het allerbeste. Sarah, ik ga mijn best doen om volgende week even langs te komen. Ik weet van voren niet dat ik van achteren leef. Het is heel druk, dus ik doe mijn best. Jacob, wij zien elkaar aanstaande vrijdag. Verder heb ik... Aviva, mocht ik in het noorden zijn, wip ik ook even langs. Daniel, jij zit in Dordrecht, toch? Of niet? Nee, Papendrecht. En als het oh, ja, mogelijk Papendrecht is, dan kom ik je even de hand schudden aanstaande vrijdag. Als ik welkom ben, leuk. Jacob. Ja, natuurlijk. Ik neem aan dat Jacob dat prima vindt. Dan gaan we lekker even een bakkie pakken. Goed? Ja, jullie kunnen ook naar mij toe komen, maar dat is misschien niet zo prettig. Ik moet nog even nadenken. Laat het aan Daniel jou wil hebben. En aan Jacob. Jullie horen het wel van jullie tweeën. Ik kan hier nou geen nee meer zeggen. Nou ja, makkelijk hoor. Ik kan gerust nee zeggen. Ik ken je wel, dus het is wel goed. Oké, okay, mensen. Nou, tot ziens allemaal. Dag Gaïm. Ja, bedankt. Heel hartelijk dag. Dag Jijde Bas, dag Lisbeth, dag Ellie, dag Annie, dag Willem, dag Daniel, dag Geert, Ab, okay. Willem, Shlomo, Aviva, Daniel. Shalom, shalom. Shalom. Dan Lot, Stefan, Harry, Aviva. En Dickie, Sarah, Jacob en Jacob. Tot ziens. Ja, shalom. Shalom. Herinneren jullie nog tante Hanni vroeger? Bedankt. In de kindertijd, in de 50e jaren, die altijd zwaaide met die twee handjes. Nou, tot ziens, tot de volgende keer. Tot ziens. Sarah? Ben je er nog? Zaak is weg. Nee, hij is er nog. Hij hoort je alleen heel slecht, denk ik. Ja, er is hij. Zaak, welkom. Zeg eens wat tegen papa. Heimpje. Hoe is het geheim?
Ja, hoe gaat het met jou? Gaat goed, schat. Ben je nu, blijf je vanavond bij mama? Ja, ik zit samen met mama. Samen over de beste vrienden van mij, de moeder. Wie is dat dan? Wie is dat Wie dan? Zei? Dit is Lennart. Niet Lennart Cohen, maar Lennart Fieret. Lennart wie? Fieret. Hoe men dat bij een Hollandiet? Hij spreekt Nederlands. Zeg eens wat in Nederlands. Goedenavond. Hé, hey. Nashlom Ga, wat leuk dat je... Vond je het leuk? Heel, heel interessant. Jullie zijn bevriend, wat leuk. En waar kom je vandaan uit Nederland? Barneveld. Waar? Barneveld. Van de eieren. Barneveld. Barneveldse eieren. De eerste woorden, de eerste lettergrepen vallen weg. Barneveld. Barendrecht. Barneveld. Barneveld. Ah. Ja. Juist. En woon je al lang in Israël? Nee, hij is hier komen volunteren. Waar is hij voor gekomen? Voor tijdelijk. Ja. Een volontier. Heel mooi. Fantastisch. Hij is aan het volunteren. En hij gaat morgen mee om te filmen in de kibbutz Nir Oz. Fantastisch. Nou, vertel ze maar hoe het geweest is, Elisabeth. He? Ja. Ik ben aanstaande zondag over een week weer terug in Israël. Graag. En wij moeten op 1 mei, sorry, op 1 februari, nee, dat is morgen, op 1 maart moeten wij ons huis uit. Dus we zijn bezig iets te zoeken. En ik hoop dat we dus... als misschien we kan 1 je maart iets vinden in gevonden Beit hebben, Arjé, daarvoor, bij je familie. Ja, dan ga je dan weer bij mij kan slapen. Maar nu is dat even heel moeilijk, dat begrijp je ook. Nou, je kan altijd beneden wonen. Maar dan gaan we gewoon gezellig een keertje met z'n drieën en met oma erbij. Misschien bowlen of andere leuke dingen doen. En dan ben ik aan de beurt, nodig ik je uit om lekker iets te eten. Gezellig. Wat jij lekker vindt. Ja? Je kunt altijd hier wonen beneden. Maar ik denk... Oh ja. Het is altijd lief. Mogelijk. Nou, we komen sowieso... Komen we graag een keertje weer langs bij jullie. Om als de lente begint en zo. Misschien de bomen in de bloei gaan staan. Dan gaan we een speciale baraga. Een baroga uitspreken. Ga je voor de bloeiende bomen. Hè? Ja, leuk. Goed zo. Maar probeer iets. We waren vandaag vlak bij Beit Arjé. Bij Ariel. Misschien kan je daar iets vinden. In Ariel? In Ariel. Of waar jouw familie woont van... Zeker. Van Dina in Beit Arjé. Ja, daar ben ik laatst nog geweest. Bij mijn achternicht. Rita Green. Of Rita Hoek heette ze vroeger. En daar ben ik laatst nog geweest. In Ariel. Maar ja, we moeten even kijken of we iets kunnen krijgen. Het is allemaal erg duur geworden, maar het komt wel goed met Gods hulp. Mooi zo. Misschien dan wens ik u is ook... volgende week weer terug in Holland. Misschien gaat hij ook luisteren naar deze shiur. Want het volgende onderwerp over het namaals. En wat was het onderwerp van je volgende week? Het onderwerp van volgende week? Ja. We gaan verder met dit verhaal. Even kijken, wat is het onderwerp? Ja. Dat weet ik niet meer. Dat zien we volgende week. Ik ben een beetje moe geworden. Goed zo. Dan zeg aan die meneer dat als hij teruggaat naar Nederland, of hij misschien zijn best wil doen voor de Stichting Talmud. Want ik ben binnenkort moet mijn volgende Talmud-deel, geproduceerd worden.
En we hebben wat donaties nodig. Misschien kan hij zijn best doen, et cetera. Ik heb destijds geschreven aan... maar ik ga misschien binnenkort naar Nijkerk en naar Barneveld. Nou, daar want is hij er zijn van. Heel veel mensen van Christenen voor Israël. Daar wil ik een beetje rondlopen om te kijken of mensen geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan mijn project wat ik doe. Je moet praten met Glashouwer. En misschien kan wat hij zeg hem je? Introduceren. Ja, ik heb contact gehad met een zekere dominee Glashouwer. Die is heel goed. En die heeft een, geloof ik, een subsidie gedaan aan de Stichting Talmud. Daar waren we natuurlijk blij mee. Maar ja, het volgende boek moet weer verschijnen. Vandaar. Afen. Je weet wat de bedoeling van de tzitzit is, hè? Heb ik je dat ooit uitgelegd, Lisbeth? Joodse mensen die moeten de schouwdraden dragen aan elke hoek van hun kleed. Dus aan de vier kanten van hun kleed hebben ze 8 schouwdraden. Wat is die bedoeling van die schouwdraden? Dat aan het eind der tijden, dat is een beetje de tijd waarin we nu leven, de mensen die niet het Joodse geloof bezitten, maar wel in ieder geval zich houden aan de 7 noachitische geboden, ze zich zullen vastklampen aan die draden om daarmee de loyaliteit te betonen met het Joodse volk en met HaKadosh Baruch Hu, met de God van Israël. Nou, ik hoop dat het ons gegeven is dat wij in deze tijd gauw mogen belanden, zodat we hier bevrijd zijn in Israël van oorlog en dat er alleen maar vrede op de aarde mag heersen en de naam van God overal één wordt en één blijft. Amen. En je heer Hudson. Amen. Nou, goed zo. Nou, dan ga ik slapen. Papa is een beetje moe geworden. Is dat goed, Chaim? Ja, ik vind het goed. Zo. Lief Sandina. Tot ziens. Groetjes aan Siri, aan Fleury en aan Iris. Zal ik doen. Goed zo. En ook de groeten aan je gast. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Dag. Dankjewel voor de les. Dag. Dag.